Hallo allemaal, leuk dat je er allemaal bij bent. Ook iedereen thuis, achter zijn scherm, hartelijk welkom in deze tweede les ukulele soleren. Je krijgt van mij 6 ideetjes, 6 voorbeelden en nog een eindloopje, dus eigenlijk zijn het er dan 7. De eerste 3 heb ik vastgeplakt aan een liedje, de Moon Song. De melodie daarvan is heel erg eenvoudig. Ze bevindt zich compleet op de onderste snaar met de vakjes 0 en 2 en 4. En zo. En dat 2 keer. Daarbij horen ook akkoorden. A-akkoord. E7. Goed. Soleren op je ukulele. Dus niet met zang, maar zo eventueel tussen gezongen coupletjes door. Kan wel natuurlijk. Hè. Akkoorden en melodie aan elkaar. Dat kan ook. En aangezien de melodie op die onderste snaar zit, kun je dat strummend doen. Zo. Ook dus af en toe vingers erbij gaan zetten op die onderste snaar. En het bovenste gedeelte van mijn akkoord moet wel blijven. En dan opeens, oh, E7. Komt netjes uit met de melodie. Dan gaat hij weer. A-akkoord. E7. En weer. Ja, dus dat idee. Het zou ook met trekkende vingers kunnen. Je krijgt van mij straks in deze film ook nog een paar keer dat ik het iets sneller speel tegen een akkoordbegeleiding aan. Het is eigenlijk 2 keer dezelfde regel. En daartussen had ik nog een klein loopje bedacht op de tweede snaar. 0, 2, 4. Dus als je die erbij doet, zit je melodie op de onderste 2 snaren. Goed, hebben we nog 2 snaren over. Kun je natuurlijk die strums of die akkoorden trekken, maar wat ook leuk is met de duim wisselen. Bovenste en derde snaar. En bij de E7. En daar overheen je melodietje bouwen. Krijg je dit. De laatste 3 dingen, dat is eigenlijk alweer een overgangetje naar een volgend coupletje, solootje. Niet zo bar ingewikkeld. Op de C-snaar en de A-snaar, vakje 4. En ik slide hem dubbel, hè, allebei de vingers, iets aan. En dan vak 3, alle 2, en dan vak 2. En dat is het hele tussenloopje. 4, 3, 2... Dat brengt me op het volgende solo ideetje, waarbij ik de noten van de akkoorden die ik met mijn duim hier op die bovenste 2 snaren speel, hetzelfde hou. Dat geeft een mooi vast stramien. Mijn melodie, ja, is wel leuk om het ietsje speelser te maken en een klein beetje te gaan improviseren. Veel is het eigenlijk ritmisch improviseren. Ik ga het gewoon even laten zien wat ik daar voor ideetjes heb ingestopt.
Ongeveer dit. Ik veroorloofde me een kleine vrijheid ten opzichte van mijn eigen tapje, maar aangezien ik ze zelf bedacht heb, vind ik dat wel kunnen. En het is ook allemaal niet in beton gegoten, hè? Ja, eindje. Dan even een paar losse nootjes. Ietsjes anders dan de oorspronkelijke melodie, maar vond ik wel leuk. En dan eindigt hij eigenlijk op deze noot. Ik dacht, weet je wat, eerst los en dan mijn akkoord erin. Met een hamer. Tikje. Dat is mijn eerste ideetje. Dus met strums, ritmisch. Stukjes tussen hier en daar, de stukjes melodie. Dacht ik dat wel een grappig ideetje is. Volgende idee is weer met die noten, alleen dan met F en C7 gaat deze. Dus bij F heb je en bij C dan wel C7. Veelal gewoon de bovenste twee snaren los. Weer dat huppelende, swingende ritmetje erin. Soms, aan het begin van een regel, even alle snaren. Maar dan vind ik het wel leuk om mijn vingers een beetje zo net naar elkaar te laten gaan. Ja, dat is wel een dingetje om op te oefenen. Dat eigenlijk duim, wijs, middel, ringvinger net niet tegelijk gaan. Maar net bram. En dan tokkel je gewoon door. Zo. Hier weer het idee dat je akkoordnoot soms de melodie gewoon overneemt, dus dan laat ik hem ook weg bij mijn vingers. Hier, akkoordnoot. F-akkoord, soms onderste snaar, moet er ook weer wat bij, hè? Dat geldt ook een beetje voor je C, dan wel C7-akkoord. Soms wat extra frutsels van een slide. Zo. Soms een extra klein nootje toegevoegd aan de melodie. Die losse, die zat er eigenlijk niet in, maar ik vond hem leuk. Dus waarom niet? Zo moet je dat, vind ik, een beetje benaderen. Gaan we verder. Die eind, dat eindje van het ta-ta-ra-ta-ta-tam. Ook beetje vrijheden genomen om niet ta 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 maar ta da pa ra ra ram. Ietsjes gespeeld met de melodie. Ja, het is soms maar net hoe het me in mijn hoofd opkomt. Voel je ook gewoon lekker vrij om zulke dingen te doen. Als het maar in de maat past, als het akkoord wat daar geldig is niet al te veel geweld wordt aangedaan, kan je echt heel veel zelf erbij verzinnen. Lief klinken. En weer dat idee van die dubbele hammer-on in dat F-akkoord. En dan is deze versie af. Ja, nog een derde idee wat ik helemaal nog niet heb gehad in deze serie, is het tweestemmige verhaaltje. En ik vind dat altijd, vanuit de F-akkoord gaat dat heel leuk. Hè? En dan pak ik eigenlijk standaard de bovenste snaar en de tweede van onderen.
En daarmee bouw ik dan mijn melodie tweestemmig op. Soms zitten ze schuin, zoals in het F-akkoord. Soms bijvoorbeeld bij vakje 3. Recht onder elkaar, vak 5. Hier weer schuin. En een enkele keer zit het zelfs dat er nog een extra vak tussen zit. Komt er ook nog even voor. Dan doe ik soms toch die C-snaar er een beetje tussendoor. Om het wat op te vullen. Hier en daar een slide. Ja, ook een beetje ter extra versiering. Wordt het een beetje dit idee. Eindje, dat is een beetje listig. Je komt aan op hiermee. En dan moet je straks naar die snel slijden. En dan kun je alvast die wijsvinger stiekem erachter klaarzetten. En dan met dat je hem gaat slijden, ga je dus niet vanuit dit slijden, maar vanuit de schuine greep. Moet ik het goed doen? En hier ook weer. Ja. Je krijgt ook deze drie ideeën in een wat sneller lopend filmpje in deze video erin geplakt. Tegen een begeleiding aan. Hadden we nog een leuk eindloopje? Heb ik in dezelfde sfeer gedaan. Dus weer allemaal die rechte, dan wel schuine dingen. En dan loopt het een beetje van, wat gaat er nu komen? Hebben we hier een F-akkoord in feite met een barré in het vijfde vakje. En daar overheen kun je een mooi eindloopje breien. Even nog één vakje naar links en gauw weer goed. En dan eindigen we op een beetje een apart klinkend akkoord, maar je kan het F6 noemen. Vinden we wel passen bij het hele sfeertje. Goed, nou kijk even lekker naar de wat snellere versies hiervan en probeer lekker mee te spelen. Kijk een beetje op mijn website, daar gaat ook een artikel verschijnen. Waarin ik het hele zaakje ook nog eens uitleg.